Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Opiron Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Supercar Challenge Insight, het achtergrondprogramma van dit GT en Tourwagenkampioenschap. En vandaag kijken we naar drie nieuwe aanwinsten. De SRT Viper GT3R van Team RaceArt, de Radical Extreme Coupé van Radical Benelux en de Vicora V8 van Racing Team Venray. Deze auto's hebben alle drie gemeen dat ze binnen de Supercar Challenge Powered by Pirelli getest en ontwikkeld worden. En u krijgt nu een exclusieve kijk achter de schermen. We beginnen met de SRT Viper GT3R van Team RaceArt. Het is de nieuwste generatie GT3 uit Amerika. En de auto lijkt nog het meest op de legendarische GTSR die in de jaren 90 hoogtij vierde en verscheidene kampioenschappen won. Maar de tijd heeft niet stilgestaan en Bill Riley en zijn team van SRT Motorsports hebben in 2014 een vernieuwd GT3-concept neergezet voor klantenteams wereldwijd. Met uiteraard nog altijd de brute 8,4 liter V10 met 680 pk. Maar waarom is de Viper van Team RaceArt dan zo bijzonder? Wel nu, dit is het allereerste model in Europa. De rijders zijn Arjan van der Zwaan, Robert de Graaf en teameigenaar Roger Grauwels. En ze staan momenteel derde in het Super GT-kampioenschap op maar 13 punten van de leiders. En dat is een knappe prestatie, vooral omdat dit hun debuutjaar is met de Viper GT3R. Maar waarom heeft Team RaceArt dan juist gekozen voor een gloednieuwe auto waarvan er wereldwijd slechts drie rondrijden? We zoeken wel uitdagingen op als RaceArt. Het is niet zo, we kopen een mooie Porsche en alles is geregeld tot in de puntjes. Nee, we zoeken echt wel naar mooie dingen. Anders dan normaal rondrijden, ja. Wat maakt deze auto speciaal is natuurlijk toch de pk's, het vermogen. Als je in een Ferrari rijdt of een Porsche rijdt is natuurlijk ook prachtig. Maar de push in je rug bij het intrappen van het gaspedaal is heel bijzonder, ja. We zijn weer de eerste met een Viper. En ja, het is toch oude liefde die toch weer opduikt. En in het begin van het jaar hadden we wat probleempjes met de auto. Ja, het is een hele nieuwe auto, de eerste GT3 auto. In Amerika liep hij al een tijdje, maar als een ELMS uitvoering. En deze is toch iets anders geconstrueerd. Maar ja, hij heeft gewoon super mooie looks. Deze auto die rijdt met een bepaalde configuratie zoals hij nergens in de wereld rijdt. Hij is eigenlijk op verzoek van RaceArt hebben ze die auto uitgevoerd met allerlei extra dingen. En wij dachten eigenlijk dat helemaal klaar was en ontwikkeld was. Maar toen de auto hier in Nederland kwam, bleek dus dat wij de eerste waren. En dan kom je allerlei kleine dingetjes tegen die net niet helemaal goed werken. Bepaalde mappings in de traction control, het overschakelen dat net niet vloeiend genoeg gaat. Je komt bijvoorbeeld ook op het andere vlak, op het vlak van koeling, kom je weer probleempjes tegen dat hij weer te warm wordt. Dus het zijn allemaal van die kleine dingen die gedurende de momenten dat je ermee rijdt, die auto steeds verder doorontwikkelt. En in nauw overleg met Amerika natuurlijk. De start van het seizoen in Zandvoort verliep inderdaad niet zoals verwacht, waarbij de Viper achteraan moest aansluiten in de Super GT-klasse. Maar dankzij het harde werk van het team kwam al vrij snel de ware snelheid bovendrijven. Werd er onder andere op Spa-Francorchamps gestreden om de eerste plaats. Maar na de problemen met de afstelling van de auto aan het begin van het seizoen, liet een Spa de techniek hen in de steek. Na slechts een paar ronden staat de Viper stil in de pitstraat met overhittingsproblemen door een afgelopen riem bij de waterkoeling. Nou, we gaan straks als de motor afgekoeld is, gaan we kijken, compressie kijken, ja, of de motor eigenlijk nog heel is. Als die heel is, ja, dan kan je meten, dan kan je de druk meten van de motor. Als dat zo is, ja, dan zijn we er morgen gewoon bij, als die goed is natuurlijk. En als hij overleden is, dan is het jammer, dan is het weekend afgelopen nu. Laten we hopen dat dat niet zo is. Helaas was dit wel het einde van het raceweekend op Spa-Francorchamps. Heel erg jammer, heel erg teleurgesteld, maar je gaat ook wel heel snel relativeren. Want het is blijft een mechanische sport en je weet, het is een cliché, maar het is niet minder waar. Die dingen gaan wel een stuk in zo'n auto en ja, dat hoort er helaas bij. Maar dat maakt de sensatie ook alleen maar weer groter.
Nou, ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van, potverdorie, heb ik toch maar die Ferrari gekocht of dat uitontwikkeld product bij Porsche. Maar nee, ik heb er achteraf geen spijt van. Zandvoort was een moeizame start inderdaad. We hadden een shakedown gehad in Zolder, dat was perfect. En daarna is eigenlijk hij een beetje af gaan bouwen. En we hebben gelukkig de laatste race, nou de laatste twee races, zijn we erachter gekomen dat we met een kapotte schokdemper aan rijden waren en die een beetje roet in de eten gooide. Dus de auto kregen wij eigenlijk achter niet goed stabiel en achteraf weten we waarom. We hebben nu toch besloten om met Intrakt samen te werken. We hebben voor deze auto ook een speciale schokdemper ontwikkeld. Die ligt nu voor het eerste drop. De auto is wel natuurlijk op de testbank geweest, dus ze kunnen daar redelijk wat simuleren. Maar om dan toch gelijk een derde tijd neer te zetten en een paar tienden van de pool af, geeft de moederige moeder weer rust. Ja. Het eerste succes van het seizoen kwam op de Nürburgring. Na een spannende kwalificatie werden de Volvo's V8 van Davitech Engineering afgetroefd en pakte Team RaceArt de polepositie voor de eerste race van het weekend. In die race komt de Viper wel meteen onder druk van Kelvin Snoeks en Henry Zumbrink in de Volvo's S60. Eigenlijk precies zoals het team vooraf voorspeld had. De strategie is namelijk om in de beginfase van de race geen risico's te nemen om zo schade en fouten te voorkomen. Daarna moet Arjan van der Zwaan diezelfde Volvo's goed in de gaten houden en hun zwakke plekken ontdekken. En dat lukt. Henry Zumbrink is de eerste die na enkele ronden wordt ingehaald en dan is Kelvin Snoeks in het vizier. Ronde lang kruipt de Viper dichterbij om dan toe te slaan. En zo is de eerste overwinning van het seizoen een feit. Loon naar hard werken. Lonenwerk, ja, super gereden. De auto was tot de laatste minuut perfect. Ja, geweldig. Het team heeft super werk geleverd. We hebben de laatste keer getest op de Nürburgring. Goede stappen gemaakt. We zitten erbij voor dit jaar. Een prestatie die voortkomt uit het harde werk aan de afstelling van de Viper. En dat in nog maar de derde wedstrijd van het seizoen. Marvin Monen, teammanager van RaceArt, legt uit hoe ze dit hebben aangepakt. Nou, we hebben eigenlijk een hele goede samenwerking gevonden met SRT en vooral met Riley, degene die de auto gebouwd heeft. Wij zijn naar Amerika geweest om te kijken waar de auto gedebuteerd heeft tijdens de eerste race. Daar hebben we een kijkje in de keuken mogen nemen. Daarna ook bij hun in de fabriek geweest. Ja, daar hebben we eigenlijk alles mogen inzien, alles mogen kijken. Zij hebben ons begeleid in de eerste testen. Ze zijn erbij geweest met informatie en noem maar op eigenlijk. Dus dat was wel een goed stuk. Het is eigenlijk een heel open gemeenschap. Ze zijn momenteel met twee van deze auto's in Amerika aan het rijden en eentje hier in Europa. En alle datagegevens gaan rechtstreeks van ons weer naar Amerika, zelfs gedurende het weekend. En krijgen we daar weer feedback op terug vanuit Amerika. Bijna ieder weekend krijgen we weer een nieuwe update, vooral betreffende de motorkoeling. We hebben al met andere thermostaathuizen gewerkt, andere waterpompen. Nu zit er weer een heel ander koelerpakket op. Dikkere koelers, grotere koelers, meer lucht wat er doorheen kan. Dikkere leidingen wat naar de motor toe gaan. En zo blijven we eigenlijk spelen, testen, proberen om het goed te krijgen. En om deze Viper goed te krijgen, is er naast de vaste techniek ook de dynamische techniek. Of beter gezegd, de afstelling van de auto. En waar begin je dan? Je kan eigenlijk alle kanten op. Je kan omhoog, je kan omlaag, je kan naar links, je kan naar rechts. Je kan naar voren, je kan naar achter. Je kan alle kanten op waar je heen wil. Alleen, hoe ver ga je, hoe ver wil je gaan? Hoe ver voelt de rijder wat jij verandert? Dus dat moet je even uitzoeken. Dat is echt een kwestie, proces van uitzoeken. Tijd spenderen, veel testen. De afstelling begint bij de ophanging van de wielen. Dat is immers het enige contact met het circuit. En dan krijg je te maken met zaken als caster, toe-in en toe-out. Maar de meest bekende is waarschijnlijk camber. Wat is dat nu eigenlijk, camber? Camber is eigenlijk hoe de wielen eigenlijk zo onder de auto instaan. En dat geeft aan dat als je de bocht ingaat, dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk contactvlak van je band op de weg hebben. En omdat de wagen die kantelt een beetje en dan wil je dat je wiel op dat moment recht staat. En dat betekent dat als je recht doorgaat, dat het wiel dan eigenlijk een beetje schuin onder de auto in komt te staan. En dat is het camber, dat probeer je af te stellen. Ook de vering is van essentieel belang. De veren dragen niet alleen het gewicht van de auto, maar in combinatie met de schokbrekers bepalen de veren ook hoe stabiel de raceauto in de bochten ligt. Dat vertaalt zich dan weer in hogere bochtensnelheden. En met de SRT Viper hebben ze met deze gekleurde plaatjes iets nieuws geïntroduceerd. Waarover gaat het? Dat is eigenlijk een rijhoogte. Het mooie daarvan, normaal sta je rijhoogte af door de veer te verdraaien.
Maar dan versta je ook het interne gedeelte, de slag van je schokdemper, wordt daardoor beïnvloed. En met dit systeem niet. En dan blijft je schokdemper eigenlijk heel mooi in je basissetting staan. En alleen de auto gaat omhoog en omlaag. En dat is wel een heel mooi systeem. Het zijn de kleine dingetjes die doen. Ieder circuit heeft een eigen afstelling. Een circuit met grotendeels snelle bochten vereist een andere afstelling dan een langzaam circuit met krappe bochten. Het team besteedt daarom dagen werk aan de afstelling van de auto. En dat maakt in de race het grote verschil tussen winnen en verliezen. Wij doen natuurlijk een uurtje het werk in de auto, maar staat in geen verhouding met het werk wat het team doet. Je ziet nu ook, ja, de auto wordt gewoon iedere dag opnieuw uitgeweegd en opnieuw gezet. Ja, er gaat gewoon heel veel werk in. We kregen nog een update vanuit Amerika donderdagavond aangeleverd. Een grotere waterkoeler. En die wordt gewoon nog even erin gesleuteld tot een uur of twee, drie 's nachts. En dat ziet eigenlijk niemand. Wat mij hier heel erg opvalt is dat er heel veel rust in het team heerst. Ze weten wat ze doen, ze zijn allemaal heel rustig aan het werk. Er is eigenlijk, ik heb in al die momenten, ondanks de tegenslagen, heb ik nog geen moment gehad dat ik stress gezien heb, bij wie dan ook. En dat is voor een rijder heel fijn om in zo'n team te rijden. Want ik kom hier om te racen, maar ik loop hier ook een heel weekend rond. En het moet wel leuk en gezellig zijn met z'n allen. En dat is het vooral hier. Het is gewoon een heel warm en gezellig team. En wat zijn nu de ambities van het Race Art Team, nu ze de Viper GT3R helemaal op snelheid hebben gebracht? Nou, de echte droom met deze auto is gewoon dit jaar kampioenschap binnenhalen. Dat zou fantastisch zijn met een nieuwe auto, nieuw product. En met een paar, ja, met twee goede rijders erbij, Arjan en Robert. Dus dat is wel een super mooie uitdaging. En de toekomst zou ik deze auto graag in officiële FIA GT-wedstrijden willen inzetten. De 24 uur van Spa. Dit jaar was die wel gepland, maar om de druk niet te hoog te leggen en toch eerste kinderziektes aan te pakken, hebben we besloten om dat niet te doen. En wel het volgend jaar daar vol voor te gaan. Een topteam met topambities. Na de onderbreking gaan we voort met de nieuwe aanwinsten binnen de Supercar Challenge powered by Pirelli. De Engelse Radical RXC, die door Radical Benelux als pure raceauto wordt ontwikkeld. En het Nederlandse project, de Vicora V8 van Racing Team Venray. Graag tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers. Welkom opnieuw bij Supercar Challenge Insight. In dit programma maken we nader kennis met de bijzondere auto's binnen dit GT en Tourwagenkampioenschap. Voor de onderbreking kwam de SRT Viper GT3R van Team Race Art aan bod. En we gaan nu voort met de Radical RXC en de Vicora V8. Vorig jaar maakten we al kennis met de eerste straatversie van de Radical Extreme Coupé, oftewel de RXC. Het werd door de Engelse fabrikant aangekondigd als dé ultieme trackday-auto met goedkeuring voor de openbare weg. Een auto met een bijzonder strakke wegligging en gevoed door de 350 pk sterke V6 krachtbron. En dit jaar verscheen de eerste pure race-uitvoering van de Radical RXC in de Supercar Challenge powered by Pirelli. Nog bruter dankzij de 450 pk sterke V8 van 2,7 liter. Een project van Radical Benelux onder leiding van Henk Thuis, de man die volgend jaar 70 wordt. Hij heeft al zijn ervaring in de RXC gestopt. Ja, nou, dat is het leuke van Engelsen. Die maken alles waar ze mee op straat en gelijk ook weer op de baan kunnen rijden, op de racebaan dan. En ja, dit is de raceauto. En ja, nou, zoals je gezien hebt dit jaar, kunnen wij ons daar in de GT-klasse heel goed mee presteren. Het is eigenlijk typisch weer zo'n Engelse auto. Het is echt gemaakt. Ja, eerst heb je de straatauto gezien, die ziet er al heel ruig uit. Dan denk je, ja, wat is dat? Ja, het grote verschil toch weer tussen de RXC straat en deze is, dit is een hele echte raceauto. Hij is uitgekleed, hij is licht, hij weegt net onder de 1000 kilo. Er zit een 7 versnelling bak in, ook gelijk aan die op straat, een kweefbak. En een V8. Het vermogen zit rond de 450 pk. Dat maakt die auto heel erg levendig. En ook daardoor kun je bijvoorbeeld heel laat remmen. Een ander voordeel is ook weer, hij is heel goed in de bochten. Dus het is een hele competitieve auto.
Omdat de Radical RXC volledig opgebouwd is volgens een eigen filosofie, valt het buiten de huidige GT3-reglementen. En dat is toch wel spijtig, maar toch zullen we deze auto ook in andere kampioenschappen aan het werk zien. Nou, het is zo dat in ieder geval, er bestaat een klasse, je kan ermee terecht in het Engels GT, je kan ermee terecht in allerlei andere klassen. Het is een geweldige 24-uur auto. Domec heeft een auto ingeschreven daarvoor. En die gaan met een RXC gaan ze ook de 24 uur rijden. En dat is natuurlijk wel echt een hele goede auto daarvoor. Hij is licht, dus hij gebruikt in principe weinig banden. Hij is heel goed op zijn bandjes. Remmen, dus je gebruikt in principe heel weinig remblokjes. Dus performancewijs voor een 24 uur is het ook een geweldige auto. Maar ook hier in de GT, je ziet hoe het presteert. Natuurlijk, als we komen op een circuit als Spa, waar je dus echt puur op vermogen rechtdoor moet, daar is dit dan een heel klein beetje minder. Maar voor de rest is het over de hele breedte een geweldige GT-auto. De betrouwbaarheid van dit nieuwe project liet aan het begin van het seizoen nog te wensen over, maar dankzij de ontwikkeling van deze Radical RXC V8 heeft Henk Thuis dit seizoen toch al 4 overwinningen behaald. Ja, nou, deze auto is de eerste waar we mee rijden. We liepen tegen hele domme dingetjes aan. Als je van een straatauto een raceauto maakt, er zet een hele geavanceerde computer in. Hij zet op 98 graden de motor uit. Nou, dat was leuk op Spa, dat deed hij een paar keer, maar dan ben je uitgereden. We keken nu tegen wat koelproblemen aan, omdat, ik zal maar zeggen, ik ben niet voorzichtig met de auto, dus we vragen alles wat erin zit. Dus de temperatuur, dat moet nog ietsje beter worden. Maar overal is die auto echt super geweldig. En voor de trackday uitvoering, dat moet ik erbij zeggen, daar worden al heel veel V8's verkocht. En dat gaat geweldig, daar zijn de mensen heel blij mee. Niet te vergeten, buiten de RPI V8 is er ook de Mustang motor, de 3,7. En er is nu nog een V6 turbo, biturbo. Maar het leuke is, wat het leukste komt eraan. Ik heb een gesprek gehad met Dick. En ik voelde me eigenlijk een heel klein beetje jarig dat hij tegen me zat te praten. Want ik vroeg aan hem, ik zei, Dick, hoe ziet dat eruit als wij een biturbo gaan maken? En we willen eigenlijk deze motor, de RPI motor, de 2,7. Daar willen we 2 turbootjes op zetten. Dan verwachten we boven de 500 pk. En ik denk, wat ik nu zelf dan meemaak qua rijden, dat we dan competitief kunnen zijn in de Super GT. En het leuke is, Dick heeft toestemming gegeven. Ik mag op de auto mag ik nummer 70 zetten. Ik wil volgend jaar 70. He, dat is leuk. Dus dan ga ik Super GT rijden met nummer 70 erop. Ja, dan ben ik vandaag eigenlijk toch een beetje jarig dat ik dat gehoord heb. Vind ik heel erg leuk. Helaas was Henk Thuis nog niet jarig tijdens de tweede race op het TT-circuit van Assen. Daar ging het erg mis na een aanrijding met de Aston Martin van Paul Bailey. Met enorme schade als gevolg. Hopelijk zien we de auto snel terug voor het volgende treffen in Brands Hatch. Maar sowieso komt de Radical RXC volgend jaar terug en promoveert hij naar de Super GT. In deze klasse zal Henk Thuis het onder andere moeten opnemen tegen de Vicora V8. Een totaal andere visie op de perfecte raceauto. Naar een idee van Henk van Vliet van Speedtech Motorsport, Harry Maassen, de bedenker van de BRL en techneut Gert Weijenberg. Het is niet de eerste keer dat er een poging gedaan wordt om de gevestigde orde uit te dagen, maar vaak sneuvelen deze initiatieven al na 1 seizoen. De Vicora V8 slaagde wel in zijn opzet door meteen de eerste race op circuit Zolder te winnen. We praten met de man achter het stuur, Barry Maassen. Dit is een buizenchassis met een body van een Viper gemixt met een Aston Martin. De voorkant is een klein beetje Aston Martin en voor de rest is het hoofdzakelijk Viper. Dat komt omdat de crashtest van een FIA, als je een 2+2 zitter hebt, dan hoef je geen chassis te laten indeuken, zeg maar, voor een crashtest te laten doen. En een Aston Martin is een 2+2 zitter, dus vandaar dat we een beetje een combi hebben gevonden van die twee auto's. En ja, Vicora, dat staat voor Viper Corvette, daar ligt een Corvette blok in. En de A is van Aston Martin. Ja, de motor, dat is een Corvette LS7 motor, die is teruggebracht naar 6,3 liter. Die heeft rond de 580 pk. Het gewicht van de auto is 1150 kilo. En de versnellingsbak is van Hollinger, een Australische bak. Is wel met flippers geschakeld nu. De vorige auto die Speedtech nu heeft, dat is auto nummer 1. Die heeft nog gewoon een handgeschakelde bak, zeg maar. Maar dat is ook een Hollinger, single chill, maar handgeschakeld. Betrouwbare en bewezen techniek. Dat is de keuze geweest voor de Vicora V8.
Maar dan moet alles nog wel perfect op elkaar afgestemd worden. Daarom wordt dit seizoen vooral als testjaar gezien. Ja, tot nu toe valt het nog niet tegen. We hebben in het begin met deze auto in Nürburgring en Spa wat problemen gehad met koeling van de motor. Op een gegeven moment in ronde 4 of 5 kon je rijden en dan werd hij bloedheet. Dan dachten we na Nürburgring dat het ontluchtingssysteem van de motor niet goed was. Hebben we dat laten veranderen, of heeft APP heeft dat veranderd voor ons, want die heeft de motor gebouwd. Zijn we in Spa gaan rijden en dan ging het vrijdags eigenlijk best wel goed. Met de koelingsproblemen leken over. Maar toen gingen we de race in en ik lag vierde plek geloof ik. Met een kopgroepje van 4. En net voor de pitstop in één keer zie ik de temperatuur weer omhoog lopen. Precies hetzelfde als wat hij in Nürburgring deed. Dus ja, er zat nog iets niet goed. En we halen het dopje van de radiateur eraf en ja, er kwam weer een luchtbel. Dus op ergens komt er een luchtbel in het systeem. Dus APP heeft de auto compleet naar huis gehaald, naar hun gehaald. Hebben de motor eruit gehaald en achteraf bleek dat het onderblok gescheurd is. Dus hun hebben een nieuw onderblok gemaakt. Ja, en sindsdien zijn de problemen opgelost. Ja, en in zolder... Eerste keer gefinished en meteen gewonnen. In de regen weliswaar, maar ja, de auto doet het in de regen sowieso super. Nu zijn we hier voor het eerst op droge echt met de setup bezig. Ja, dat gaat iedere keer vooruit. We doen iedere keer wat dingen veranderen, elke training. We maken er gewoon een test van. En ja, het gaat iedere keer gaat het gewoon beter. Dus ja, we mogen tot nu toe niet klagen. We zijn nu een derde auto aan het bouwen. En daar zijn we een Viperblok in te leggen, V10. Ja, we willen er toch wel nog een paar bouwen. Maar wij gaan gewoon op deze voet verder testen. Elke race we wat andere dingen proberen. En dan ja, proberen toch zo goed mogelijk resultaten te halen. Dat de auto ook ja, gezien wordt. Net als een zolder. Ja, dat is de bedoeling. En dat was het voor deze aflevering van Supercar Challenge Insight. De komende twee uitzendingen gaan we opnieuw achter de schermen en maken we nader kennis met de teams, auto's en leveranciers binnen de Supercar Challenge powered by Pirelli. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers.